gaat met ons als wij beperking zijnde. En dan heb ik het niet over van, oh, wat schattig, het kan praten. Sinds deze zomer kunnen mensen met een verstandelijke beperking via belangenorganisatie LFB een officieel door de branche erkend mbo-diploma niveau 1 tot ervaringsdeskundige halen. Onder meer in Nijmegen, op de locatie van de HAN. Dus dat dit nu kan is ja, heel fijn en ook echt uniek. Want het afronden van een erkende opleiding was tot aan dit moment vrijwel niet mogelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, vind ik eigenlijk een schande. Als je ziet hoe slim mensen zijn met een beperking. We hebben iemand op de sterkplaats die heeft in 6 landen gewoond. Die is supertalig, die weet, heeft de halve wereld gezien. En die kan gewoon niet op een reguliere onderwijs het volhouden. Omdat ze met plannen één groot drama is. Maar ze kan wel ongelooflijk goed met talen omgaan, met culturen omgaan. Nou, daar mag menig Nederlander een voorbeeld aan nemen. Met Jurre zijn IQ is bijvoorbeeld niets mis. Wel heeft hij een lichte vorm van klassiek autisme, spasme en een verstandelijke beperking. En kokervisus. Kokervisus is misschien goed om toe te lichten, want dat kent niet iedereen. In Jip en Janneke taal betekent het eigenlijk dat je als je 2 toiletrollen neemt, die zet je voor je ogen. En je gaat daarmee door de gang lopen. Dan weet je exact wat ik zie. De situatie bij Jurre en bij meerdere mensen is dat als hij niet was geboren met de beperking die hij heeft, hij waarschijnlijk een hbo-opleiding of misschien zelfs universitaire opleiding had kunnen doen. En ik ben zelf van mening dat het systeem waarin we leven, mensen met een beperking, tot nu toe altijd tegenwerkt. Waardoor ja, iemand als Jurre inderdaad niet veel verder is kunnen komen. Ik ben gevalletje tussen wal en schip, dus ik ben eigenlijk te slim voor dat en te beperkt voor het ander. En wat de LFB doet, is een mooie opleiding bieden op maat. En die leidt dus op tot professioneel ervaringsdeskundigen. Daarbij leren studenten hun eigen beperking in te zetten om de maatschappij te helpen. Ik hoop zo de wereld een klein beetje beter te maken. Wij geven gastlessen hier op de HAN met bijvoorbeeld mensen met social work, met mensen die de verpleegkunde doen. Want je kunt wel heel mooi uit een boekje leren hoe een autist eruit ziet, om het zo maar even te noemen. Maar als je nog nooit van je leven een autist aangeraakt hebt en je gaat opeens op een woongroep staan, dan is de realiteit toch heel anders. De ervaringen die ik heb zou ik graag willen omzetten in iets positiefs. Zodat anderen dat niet hoeven mee te maken. Het nut is, denk ik, dat je niet alleen de kant vanuit de theorie belicht, niet alleen de kant vanuit de psychologie, maar ook heel erg de kant vanuit de ervaringen van de mensen die het daadwerkelijk meemaken. Want er wordt wel heel veel over mensen geschreven. Dat is heel lang gebeurd, maar uiteindelijk doe je het met elkaar. Bijvoorbeeld bij een zorgorganisatie ondersteunen en adviseren wat er nodig is. En of als er een situatie is die lastig is, helpen met oplossen. Door met die mensen in gesprek te gaan, maar niet alleen met studenten, hè? Ook met bijvoorbeeld gemeentes die subsidie geven. Door het UWV, met het UWV in gesprek te gaan, met gewoon de normale mensen in gesprek te gaan. Kunnen wij ons verhaal doen en kunnen wij laten zien niet wat we niet kunnen. Want ik heb gemerkt dat als je gaat kijken naar wat je niet kan, dan word je alleen maar heel ongelukkig van. Dat zij nu de kans krijgen om een volwaardige opleiding af te ronden, is heel belangrijk voor deze studenten. Ja, dan ben je echt erkend. Waarom was dat er niet eerder? Hè? Ik zou het echt niet weten. Het enige wat ik weet is dat het wel heel hard werken is om inderdaad Die verdiende plek binnen de maatschappij, zeg maar, te krijgen. En daar kunnen we allemaal een beetje bij helpen. Zo ingewikkeld hoeft dat helemaal niet te zijn. Praat met ons als wij beperking zijnde. En dan heb ik het niet over oh, wat schattig, het kan praten. Maar gewoon eens, goh, als jij in de bus zit en je ziet iemand die anders is dan jij wil dat diegene is. Vraag ook eens naar zijn dag. Dat zou je zelf namelijk ook willen. Dat er naar jou gekeken wordt.